Leon Flemings, je hebt een weekendje vrij gehad met Go Ahead Eagles. Nog wat leuks gedaan? Jazeker. Even family time. En, dus even naar mijn vader en moeder geweest en naar mijn schoonouders. Even kijken dat daar, hoe goed dat daar gaat. En dat was het. Want het was pas je eerste vrije weekend, hè, waar de Eredivisie al een 2 of 3 vrije weekenden heeft gehad. Gaat het in de Super League maar door? Ja, dat is een keuze inderdaad. Daardoor hoeven ze minder op maandag te spelen. Dat is volgens mij de reden van dat besluit. En dat is wel even goed om, niet alleen voor mij, maar voor eenieder. Ook jongens die in het buitenland hun gezin of familie hebben zitten, zijn ook even een paar dagen naartoe gegaan. Dat vind ik echt heel belangrijk. Is het ook een moment geweest voor jezelf om de balans op te maken van het eerste deel van de competitie? Ja, er zijn vaak wel momenten dat je wat meer tijd hebt om daar eens rustig over na te denken, maar nou, ik doe het elke dag wel. En dat is ook noodzakelijk om te zorgen van ja, wat je aan het doen bent, of dat goed gaat, wat beter moet. En dat doen we eigenlijk elke dag. En hoe ziet die balans er kort samengevat uit? Nou, voor de vorige wedstrijd tegen Telstar, dat vond ik een sleutelwedstrijd. En na een serie van 6 wedstrijden, 14 punten, waarbij het resultaat in ieder geval goed was na een heel moeilijke eerste fase. En het spel niet goed genoeg was, daar zijn we nog zeker niet tevreden over. Maar we stonden wel op het punt van als je die wedstrijd naar je hand zet en wint, dan had je nu in de top van de Jupiler League gestaan. En dat was het doel en dat is niet gelukt. En dat betekent dat je daar niet te veel over moet, niet te lang weer stil moet staan. En dat hebben we ook niet gedaan. We hebben na de wedstrijd daar over gehad. En vervolgens hebben we lekker getraind. Een paar dagen vrij. En deze week hebben we heel erg goed en hard getraind. En dan moeten we morgen de vertaling weer maken naar op de ranglijst 1. En zo die wedstrijd winnen. Wat zal er beter moeten richting de winterstop? Ja, er zijn zoveel facetten wat beter moet. Dat zit hem in het verdedigen, in het vooruit verdedigen. Dat we daar beter op elkaar anticiperen om echt tegen zo'n onder druk te zetten, op te jagen. Dat is iets wat we willen. Maar ja, dat hebben we bij Vlaren niet goed genoeg gedaan afgelopen weken. Ook niet toen we resultaat hadden. Dat heeft ook soms met de tegenstander te maken of dat je zelf nog niet goed genoeg bent. En ook een balbezit. Zijn er genoeg zaken waarvan wij vinden dat elke dag aan gewerkt moet worden. En de lat leggen wat dat betreft gewoon heel erg hoog. Nou werd deze week ook bekend dat er vorig seizoen ruim 6 ton winst is gemaakt door Go Ahead Eagles. Heb je al een verlanglijstje klaar liggen voor in de winterstop? Nou, ik vind het echt heel knap als je als betaald voetbalorganisatie met elkaar zorgt dat je gewoon een gezond beleid voert. Zeker na het verleden waar Go Ahead toen een keer heeft gestaan. Dus als je dat doet, dan is dat een groot compliment waard. En, voor mij staat het los van het beleid wat we voeren op technisch gebied. We hebben van tevoren duidelijk weten we wat we willen. Hier ligt een plan. En aan het plan houden we vast in goede en soms ook in mindere tijden. Dus het staat los van een heel mooi moment dat je gezonde bedrijfsvoering voert. Maar goed, als er geld is, dan zou je dat plan misschien nog versneld kunnen uitvoeren met een versterking hier of daar, toch? Ja, maar dan moet je met elkaar naar kijken van hoe die ploeg zich ontwikkelt. En dan kijk je in de winterstop of dat het noodzakelijk is dat je daar iets wil en kunt doen. Maar ik ga je nu niet voor de camera zeggen op basis van een hele mooie gezonde bedrijfsvoering. Dat een mooi bruggetje is naar 3 spelers erbij halen. Zo zit het niet in elkaar. Naar de selectie van deze week, want die is ook weer aangevuld met wat spelers die terugkomen van blessures, hè? Ja, nou, Shaffi, Egan. Ja, we mogen Shaffi zeggen. Die was er vorige week al bij en het gold ook voor Stefano Beltrame. En Xander Schenkers is deze week bijgekomen. En ik ben echt heel erg blij dat nu de selectie langzamerhand blessurevrij is. We hebben alleen nog Loem en Tim Hulscher. Omdat je daardoor gewoon echt aan vastigheid kunt werken door heel veel met elkaar te trainen. En dan gaat het niveau van de trainingen ook omhoog.
En dan zie je vastheid ontstaan. Dat zag je toen met Beltrame, met Stefano en met bijvoorbeeld met Sam. En dat zie je nu ook met Sjoerd Overgoor en met Stefano. Daar is waar je naar op zoek bent. En dat doe je alleen maar als je lang met elkaar aan vastheid kunt werken. Dordrecht thuis, wat verwacht je daarvan? Dat we die gaan winnen. Ja. Nee, dat is een beetje een cliché, maar dat is wel uiteindelijk hetgene wat er moet gebeuren. Zeker naar de vorige wedstrijd. Waardoor je toch weer op de ranglijst op een plek staat wat niet goed genoeg is. En je moet zo snel mogelijk zorgen dat je in die top daarin speelt. En, dus ik we hebben heel de week getraind op met heel veel passie en beleving verdedigen en aanvallen. En gezien die week ben ik heel tevreden. Alleen we moeten het morgen omzetten tegen een team wat hier ook zeg maar punten wil gaan halen. Maar goed, je speelt thuis tegen de ploeg met de meeste tegengoals. Dat moet toch perspectief bieden? Ja, sowieso. We hebben ook heel veel vertrouwen in die wedstrijd van morgen. Maar we moeten het morgen gewoon laten zien. En dat gaan we doen.